Ik wil dus hier eigenlijk vluchten, omdat ik me hier bedreigd voel. Nou, ik zie die derde wereldoorlog op me afkomen. Heel zeker. Maar dit moet eigenlijk... Ik ontmoet dus ook geen mensen die met een logisch verweer komen tegen mijn bewering. Dus dat ik zeg, nou, die atoombom valt. Dan komen ze allemaal met, ja, en ik geloof dat ze dat wel niet zullen gebruiken. En we hopen maar. Ik wil mijn familie bewaren voor dat verschrikkelijke, ja. En ik zie dat zuiver op ons afkomen, elke dag. En dan ga je kijken waar naartoe. Maar er zijn twee plaatsen op de wereld die het zekerste zijn. En dat is volgens mij de Zuidpool, maar dat is me te koud. En midden in de Stille Oceaan. Weet jij waar de Stille Oceaan ligt? Nee. Nee? Weet jij het? Volgens mij een zijde. Ja, maar hoe ziet dat eruit? Dat ziet er allemaal water. Kunnen we lekker erin zwemmen? Ja, kun je zwemmen. Ik zou liever niet in gaan zwemmen, er zijn te veel haaien. Misschien vang ik wel een aapje. Nou, dat zijn lege melkflessen. En als die dichtgesmolten waren, dan geven ze een afwaartse druk van 1 kilo. En ik krijg er 50 per vierkante meter, dus daar wordt mijn schip dus onzinkbaar door. De bijkomstige werking is dan ook dat het een isolatie is. Tegen hitte en tegen kou natuurlijk. En mijn dochter is nog op het idee gekomen om op de school dus te proberen, omdat die kinderen thuis die fles aan de stouw weggooien, om die bij elkaar te krijgen. Nou, ik heb er toch wel een 12.000 nodig eigenlijk. Het moet een verschrikkelijk idee zijn dat heel Nederland van de kaart geveegd is terwijl hij daar onder een palmboom ligt. Ja, dat zal ook niet meevallen en dat is heel erg en daar zou ik jammer mee willen nemen, maar ik zie de mogelijkheid niet. Gaan er buiten uw gezin nog meer mensen mee? Mijn gezin staat vast, gaat mee. Wat verder meegaat, weet ik nog niet. Maar er is een mogelijkheid dat er meer mensen mee gaan? Er is een mogelijkheid dat er een paar mensen meer mee gaan, want er is hier een accommodatie van 12 bedden. En we zijn met 5. Dus er blijven nog 7 plaatsen over. Maar u houdt die dreiging, want u zegt zelf... Ja, ik kan die dreiging door deze vlucht niet van me afschudden. Die zal me achtervolgen, waar ik ook ben. Maar met het goede gevoel dat ik eraan gedaan heb, wat ik er aan... Nou, mijn mogelijkheden wat ik eraan gedaan heb, dat meer kon ik niet doen. In 1981, de mensheid, wij zijn technisch in staat om een spiegeltje op de maan te zetten, daar een laserstraal naartoe te sturen en dan die te reflecteren en dan op 9 centimeter na te bepalen hoe ver die maan van ons afstaat. Zouden wij dan geen economisch systeem kunnen uitdokteren dat niet noodzakelijkerwijs elke keer tot oorlog leidt? Dan moeten we toch voor dat in staat zijn, vind ik. En ik kan dat niet, want ik ben een technische man en ik weet van geldmanipulatie weet ik niks van. En... Ik ben daar niet gelovig dus. Ik heb wel een grote bewondering voor Jezus Christus als historische figuur. Zeker wel. En ik vind ook dat hij dus de hoogstgeestelijke evolutie in de menselijke omgang eigenlijk heeft gepredikt. Alleen na 2000 jaar praktische christendom vind ik dit resultaat wel heel erg droevend. Ik denk als hij dat zou kunnen zien, dat hij ook een boot zou bouwen en wegvluchten.